Mijn naam is Henrique Keelsdonk en ik ben jeugdzorgwerker binnen FIDA. Ik ben Lon Hensen en ben jeugdzorgwerker bij de Boomkrang. De kracht van Gezin Centraal met flexibel verblijf zit in drie facetten. Namelijk het stukje ambulant begeleiding bij de gezinnen thuis met het gehele gezin. Daarnaast de leergroep die wij bieden met de kinderen en de gezinnen waar ze vaardigheden kunnen leren. En het derde aspect is dat de kinderen op de groep een observatieplek hebben waarbij we kunnen kijken wie is het kind zonder het gezin. Ambulant begeleiden kan 1 à 2 keer in de week, van 1 uur tot 2 uur. En dan kunnen de kinderen ook nog daarnaast bij ons op de leergroep dingen, vaardigheden leren. En dat kan dagbehandeling zijn, maar dat kunnen ook met nachten zijn van maandag tot en met vrijdag. Sommige jongeren komen maar 2 dagen in de week en andere jongeren komen 3 nachten. We hebben diverse activiteiten. Zo hebben wij iedere dag een dagprogramma voor de kinderen, waarbij ook 4:30 activiteiten zijn waarin we groepsspellen doen. Maar daarnaast kunnen ook de kinderen vaardigheden leren die ze thuis moeilijk vinden. Bijvoorbeeld met naar bed gaan of bij het opstaan, maar ook bijvoorbeeld overdag samen spelen. En bij FIDA komen de jongeren later uit school en werken wij dagelijks met verschillende thema's. Op de maandag hebben we bijvoorbeeld de actuele thema's die er spelen in de wereld. Op dinsdag doen we een creatieve activiteit en op woensdag zijn er sportieve activiteiten. Daarnaast verzorgen wij ook nog allerlei verschillende trainingen, want de jongeren die bij ons komen, die werken aan doelen. En dat kunnen zijn boosheid onder controle trainingen, sociale vaardigheidstrainingen, maar ook hoe ga je om met leeftijdsgenoten. De ouders hebben verschillende vragen, zo van hoe leer ik omgaan met mijn zoon of dochter. Bij de Boomkrang zijn we ook heel erg bezig met maatwerk. Bijvoorbeeld met gezinnen die een vraag hebben rondom het contact tussen ouder en kind. Dat doen we dan filmen en kijken we na met de ouders. Wat gaat er goed? Ouders bepalen de richting van de hulp. En dat is echt één groot pluspunt. De regie blijft bij het gezin. Ja. Die komt niet bij ons. En wat wij bij FIDA dus ook doen, en dat hoor ik bij jullie ook, is dat wij kijken wat goed gaat. Hè? De dingen die goed gaan, inderdaad, daar komen wij niet aan. We kijken alleen maar van, god, waarom gaat het wel goed op bepaalde momenten? En zou je dat ook kunnen gebruiken, hanteren in de momenten dat het wat minder gaat? Ja. De kinderen die bij ons op de leergroep komen, wonen niet bij ons. Zij wonen ten alle tijde thuis. Wij zijn er 9 maanden voor ze, dus in die tijd kunnen ze samen met het gezin werken. En daarna gaan we kijken met het gezin van, kunnen ze heel thuis wonen of zijn er nog andere opties? Maar dat is ook aan het gezin. Je kijkt naar de kracht van het gezin en dat bouw je uit. Je kijkt naar wat is het netwerk rondom het gezin. Dat bouw je uit, daar kijk je naar. Ook hoe ver het gezin zelf wil gaan daarin. En daar sluit je op aan. Wij denken mee met het gezin en niet andersom.